Dit is RTV 794 Politiek. Presentatie Maria Maas en Erik Smit. Welkom terug bij het tweede uur van RTV 794 Politiek. Het tweede uur in het teken van de gemeente Epe. Vandaag twee politieke partijen te gast. De eerste half uur is hier zo de ChristenUnie SGP te gast. Met Lia de Waarte, nummer 2 van die gecombineerde lijst. En straks in om 8:30 dan komt het CDA uit Epe. En daarvoor komt Zwier van de Weert en Loes Lohman. Twee afgevaardigden dus namens het CDA. Ja, mevrouw de Waard, u bent hier alvast in de studio. Goedenavond. Goedenavond. U bent dit moment wethouder in Epe en de nummer 2 dus op de lijst. Nou, eerst maar eens even kijken naar uw huidige periode. U bent nu wethouder. Hoe bevalt dat op dit moment in de gemeente Epe? Ja, prima. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Een mooie baan ook om te doen. Ja. En ook een mooie portefeuille, vind ik zelf. Welke onderwerpen zitten er onder andere in? Daar zit WMO, jeugdzorg, gebiedsgericht werken, basismobiliteit, dus leerlingenvervoer, publieke gezondheid. Nou, daar weten we nu alles van. Welzijn en sport. Dus ja. Als je het hele pakket bij elkaar neemt, dan kan je maar één ding zeggen en dat pakket het verschillende individuele levens van onze burgers kan maken. En kunt u nog het moment herinneren, een kleine 2 jaar geleden, dat corona om de hoek kwam kijken? Veranderde dan toen uw werkzaamheden als wethouder ook dusdanig, omdat die zorg steeds belangrijker werd en omdat corona de boel omgooide? Jazeker. Ik heb heel erg zelfs ervaren dat corona de boel omgooide. Het begon natuurlijk in 12 maart, geloof ik, hè, in eerste instantie. Ja. En vervolgens iedereen thuiswerken. Nou, dat vraagt wel iets van je. Zeker in een vak waar verbinding heel belangrijk is. Dus dat als eerste. En als tweede, het gaat in mijn portefeuille met name over zorg. En eigenlijk zie je dus dat continu op spanning staat. Mm-hmm. Omdat er gewoon corona daar geen goed aan doet. Dus nee. En daar voel ik me dan ook wel verantwoordelijk voor. Daarnaast ben ik bestuursvoorzitter van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ja. Nou, dat gaat eigenlijk alleen maar over corona. Ik heb naast dat ik wethouder ben nog een baan dat ik regionalisatie voor de intensive care doe. Dus u hebt corona veel meegemaakt de afgelopen 2 jaar? Ja, ik ben zelfs weer terug in het witte pak aan bed gegaan om te assisteren op de IC. Dus corona is de laatste 2 jaar wel een groot deel van mijn leven. Ja. En kunt u dan ook vanuit uw wethouderstaak nog iets voor de geest halen waarin het echt belangrijk was dat u daar was voor een bewoner uit Epe of voor een zorginstantie dat u op bezoek kwam, onaangekondigd of dergelijke, wat u echt nog bijstaat van die periode? Nou, ik ben vooral niet onaangekondigd op bezoek gegaan bij die zorgorganisaties, want ze hadden het heel erg druk. Maar ik kan me zeker nog wel momenten herinneren, vooral in die eerste crisis, dat vooral die, al die materialen waar mensen zich mee moesten. Mondkapjes, handschoenen, schorten. Ja. En dat ik op eerste paasdag gebeld werd door een bestuurder. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Kan jij me alsjeblieft helpen? En uiteindelijk heb ik ze natuurlijk ook niet in de la liggen. Maar je gaat wel proberen om zoveel mogelijk bestuurlijk lawaai te maken. Ja. In de hoop dat goed komt. Dat is uiteindelijk natuurlijk wel goed gekomen. Maar dat heeft wel te lang geduurd. Ja, maar dat is ook wel bij uitstek iets wat u wil zeggen. Van, nou, dat is als wethouder iets wat ik kan doen voor zo'n organisatie. Dan ga ik me daar ook vol voor inzetten. Nou, op dat moment kon ik niks doen. Maar ik ben wel heel blij dat een bestuurder het dan wel bestuurlijk escaleert. Om maar zo te zeggen. En dan wil ik heel graag dat luisterende oor zijn. Ja. En dat heb ik vooral geprobeerd. En dat staat u bij. En dan zeker die eerste golf natuurlijk heel heftig was. En hoe is het dan als het nu, zijn we alweer 2 jaar verder. Maar kunt u dan vanuit, op dit moment bent u, wat u net zegt, al 2 jaar bezig met corona. Dan moet het ook wel gek zijn dat het op een gegeven moment weer weg is. Ik kijk er naar uit. Ik kan er niet op wachten. Want het beheerst in zo'n negatieve sfeer ook het leven van mensen, ons corona-toegangsbewijs, wat natuurlijk heel belangrijk is en waar we allemaal begrijpen dat het wellicht moet. Maar toch die tweedeling in de samenleving. Mensen zitten gewoon niet goed in hun vel. Jeugd, daar is het niet goed voor. Er zijn veel te veel kinderen, te weinig naar school geweest. Nou, dus nee, ik kan er niet op wachten. Ik wil dit gauw afsluiten en weer naar normaal. Nou, dat hoopt iedereen, denk ik, met u. Laten we het hebben over het verkiezingsprogramma. De ChristenUnie, SGP, heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. En daar komt met name het woord wij komt er nogal veel in naar voren.
En zo net had ik het met de heer van het CDA over. Die hadden dichtbij en het CDA en EP heeft betrokken en actief. En jullie kiezen heel erg voor die wij-vorm. Hoe komt dat? Hoe komen jullie aan die insteek van het programma? Ja, dat komt natuurlijk door veel met elkaar te praten daarover. Maar het komt natuurlijk ook voort vanuit waar wij vandaan komen. Ja. Onze basis ligt in de Bijbel. En de Bijbel die geeft ons ook richting. En geeft ons ook vooral de richting dat wij ook goed moeten zijn voor onze naasten. Mm-hmm. En als je in de politiek zit, als het gaat over goed doen zeg maar voor je gemeente. Is dat ook een stukje goed doen voor je naasten. Ja. Dus het is eigenlijk een hele natuurlijke, dan komt het toch vanuit wij. En ik geloof aan de andere kant ook. Los van of dat dan voor ons ook een stuk basis is en voor mezelf ook een stuk basis is van de Bijbel. Ik geloof ook dat als je het samen doet, dat je verder komt. Hè. Er wordt wel eens gezegd, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En ik denk ook echt dat als we die verbinding met onze inwoners zoeken, maar ook de verbinding met partijen in de raad, dat we dan wel gewoon veel verder komen. Daar wil ik later nog even op terugkomen, want daar valt natuurlijk ook wat over te zeggen van de afgelopen raadsperiode. Maar als we dan een paar onderwerpen uit jullie programma kijken, dan schrijven jullie onder andere over alle kernen. En dan Oene, Emst, Vaassen en Epe zijn dan de kernen in de gemeente. Dat die moeten onder andere een school hebben, maar er moet ook bereikbaarheid zijn, er moeten woningen bij komen. Is dat op dit moment dan een groot probleem daar zo, dat de leerlingen teruglopen op de basisscholen, dat de verenigingen kleiner worden? Soms zie je dat natuurlijk wel, vooral in de kleine kernen. Maar wat je graag zou willen, is dat je leefbare kernen houdt. En op het moment dat je dus een leefbare kern wil organiseren, zou je moeten zorgen dat er dus gelegenheid is voor huizen, mm-hmm. dat gezinnen zich kunnen vestigen. Dat betekent dat er een school moet zijn, want als je elke dag 6 of 7 kilometer moet fietsen, voor de basisschool is best ver. He, dus daar gaat het om. Dat helpt leefbaarheid. Maar op het moment als je alle generaties binnen een kern kunt houden. He, dus de mensen die wat ouder zijn, met pensioen zijn. Ja. En zelfs de laatste dagen van het leven. En de jonge mensen. Als je dat in balans weet te houden binnen je kernen. Hou je automatisch ook leefbare kernen. En zouden dan voor in jullie optiek van de ChristenUnie SGP. Ook juist die kernen. Nou, laten we zeggen Oene. Zou die dan ook voorrang moeten krijgen als het gaat om woningbouw. Ten opzichte van een kern als Epe? Of wil je dat onderscheid dan niet zo maken? Nee hoor, er zijn als we kijken wat voor opgaven we qua woningbouw hebben, denk ik dat er een hele mooie verdeling gemaakt kan worden naar de kernen toe. We kunnen wat in Emst, in Oene, kunnen we echt gaan bouwen zonder dat we daar fase of Epe tekort willen doen of zullen doen. Dus dat is gewoon echt belangrijk om daar ook een balans in te houden. En dat geeft ook minder druk natuurlijk ook op grote uitbreiding van grote woonwijken in Vaas of Epe. Ja, want wat geven jullie een aantal dingen aan in jullie programma over die woningbouw? Ook een aantal onconventionele oplossingen, zeg maar. Kunt u daar eens een toelichting op geven? Wat zou van jullie nou de prioriteit moeten hebben als het gaat om bouwen? Moet dat de vrijstaande woningen zijn of moeten dat de sociale huur? Volgens ons moet je wel vooral kijken naar betaalbare koop en huur. En aan de andere kant zien we ook gewoon dat er snel gebouwd moet worden. Dat er snel gelegenheid moet komen. Want jonge mensen kunnen gewoon eigenlijk geen huis, geen woning krijgen. Weet je, dan heb ik nog niet eens over een huis koop. Maar een woning gewoon huren wordt al lastig. We hebben in onze buitengebied hebben we boeren die stoppen. Daar zijn gebouwen, daar staan stapels stenen. Wat gaan we daarmee doen? Mm-hmm. Er staan winkels leeg, er staan kantoren leeg. We zullen gewoon moeten kijken naar hoe kunnen we gebouwen die er al zijn, omwerken naar woonhuizen. Dat kan veel sneller als een heel nieuw project. Maar waarom lukt dat nu niet dan? Is dat een college ding? Zeg maar, ligt dat echt aan de politiek? Als je kijkt naar het buitengebied, hè, als we kijken naar het bestemmingsplan buitengebied, dan staat daar ook een zinnetje in dat er geen toename van woningen in het buitengebied mag zijn. Nou, daar willen wij wel over spreken. En zeker op het moment dat je dus grote stallen weggaan, waarom zouden daar niet 2 of 3 huisjes terug kunnen komen, zodat het dat daar gewoond kan worden. We hebben leegstand in winkels en kantoren. Ja, die hebben we jaren leegstaan. Waarom gaan we niet? En ondertussen zitten er 30-jarigen op een slaapkamer bij papa en mama. Ja,
Hè, we moeten daar iets mee. Dus we moeten ook echt kijken naar oplossingen. En wat ons betreft mogen dat ook tijdelijke oplossingen zijn. Maar we moeten echt denken aan tiny houses, aan het scheiden ook, hè, aan het grote woningen splitsen. Ja. De zelfbewoningsplicht, moet dat er ook doorkomen in Epe? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. En toevallig was er vorige week een programma bij, ik dacht één vandaag. En daar hielden ze Katzand in Zeeland even onder de loep. En daar ben ik echt wel van geschrokken. Ik ben er zelf ooit wel eens geweest en toen was het me al opgevallen. Maar dat gewoon zo'n dorp volledig opgekocht is en helemaal naar toerisme gaat. Er wonen nog een enkele autochtone bevolking. Die moeten dan zorgen dat die economie draait. Die moeten dan zorgen dat iedereen daar op vakantie kan. En vervolgens zijn er gewoon delen in het jaar is het uitgestorven. En vervolgens kijken die mensen tegen lege straten aan. Jullie zeggen als je een huis koopt in de gemeente Epe, dan moet je er ook wonen. Vind ik wel. Of minimaal een familie. Dat vinden we wel. Goed, helder. We gaan even door, want de tijd is maar kort. Ja. Duurzaamheid is bij jullie een rentmeesterschap, een klassiek christelijk fenomeen, het woord in ieder geval. Het staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie SGP. Als we dan kijken naar de duurzaamheid, hoe ver mag volgens jullie de gemeente gaan of de politiek gaan om de burger te verplichten om daar maatregelen toe te nemen, zeg maar? Zouden dat via subsidielening of moeten mensen die dat zelf kunnen betalen, mogen die dat zelf betalen om bijvoorbeeld de zonnepanelen op een dak te leggen? Nou, als gemeente kunnen we niet zo heel erg veel. We kunnen wel ambities hebben. We hebben, wat gaat over die duurzaamheid, hebben we ook in de Cleantech-regio afspraken. Ik vind dat vooral de overheid, de landelijke overheid, heeft daar een aanzwengende rol in. Ja. Als gemeente mag je creatief zijn door bijvoorbeeld leningen, blijvensleningen die dan interessanter zijn om je woning te verduurzamen. Verplichting, weet je, ik vind dat altijd lastig. Mm. Want ik heb het gevoel dat dat eerder averechts is. Je zou mensen veel meer moeten verleiden om duurzaam in te zien waarom het rendabel is. Ja. En hoe ver mag het daar dan in gaan? Want zou je bijvoorbeeld zeggen van op landbouwgrond willen wij ook zonneweides plaatsen? Nou, dat bij voorkeur niet. Want vooral natuurlijk, we zijn twee modaliteiten. SGP is echt een partij ook van de boeren. Ja. We hebben veel boeren in onze achterban. Vruchtbare grond zomaar wegstoppen onder velden zonnepanelen gaat ver. Daken, natuurlijk kleine stukjes op landbouw, dat kan. Maar we willen ook kijken naar wat is er mogelijk, naar bijvoorbeeld kleine erfmolens. Dus nu we toch bij de boeren zijn, ik las uw programma en ik moest dat is een beetje glimlach. U schrijft op een heel concreet punt, daar houden we natuurlijk van dat lokale partijen heel concreet zijn. U wilt de boeren, wilt u bloemzaad gaan uitgeven, zodat in de hoekjes weer wildbloemen konden groeien. Nou, dat is toch... Is dat dan niet een beetje treurig dat we zo ver eigenlijk afgezakt zijn? Dat de boeren dat niet zelf meer zien, zeg maar, dat we zo ver moeten, dat dat goed is voor de natuur? Nou, ik weet niet of het treurig is. Ik denk dat de boeren dat best weten. Alleen wij proberen met een creatief voorbeeld te laten zien dat onze omgeving wordt mooier, onze omgeving wordt veiliger. Want wat we nu zien is dat het mais tot aan de rand van het asfalt staat. En zie maar eens om het hoekje te kijken als je een weg wil oversteken. Dus het wordt veiliger. En last but not least, we krijgen daar zoveel biodiversiteit van. Nou, het wordt 3 keer mooier. De bijen. Ja. Ja. En het is... dat is misschien een persoonlijke vraag, maar hoe komt u erbij dat is dat geopperd dan ergens door iemand? Dat moet erin staan. Ik vond het een heel interessant punt. Maar zijn de boeren, staan die daar wel voor open dan om dat in te zaaien? Ik denk dat op het moment dat wij als gemeente zeg maar iets kunnen doen, dat wij hen daar wellicht een eerste keer bij helpen, hè, door zaad beschikbaar te stellen, denk ik echt dat wij boeren zover kunnen krijgen. Okay, ja. Helder. De gemeente Epe heeft natuurlijk de afgelopen periode veel in het nieuws gestaan. En we hebben de gemeenteraadsverkiezingen, die komen natuurlijk eraan. Het wordt waarschijnlijk verkiezingen rondom wonen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, hebben we net aangegeven. Maar in Epe gaat ook is natuurlijk de bestuurscultuur thema van gesprek. Jullie hebben de afgelopen periode in het college gezeten. Hoe hebben jullie dan vanuit de fractie, u bent zelf wethouder geweest, maar u hebt natuurlijk contact gehad met de fractie. Is er dan ook met knarsetandend naar gekeken hoe dat dan allemaal gaat? Ook in het nieuws en ook hoe de wethouders in het nieuws komen?
Ja, dat is niet mooi. En dat is ook niet iets waar ik met heel veel enthousiasme en heel veel trots op terugkijk. Maar wat ik ook zie is dat sommige dingen wel vergroot zijn. En wat ik ook echt zie is dat we, net als overal, hè, want we zijn als apen gewoon, zo gewoon, hè, zo'n enorme polarisatie is. En dat zien we ook in de landelijke politiek. En ik zie dus ook dat dat ook in onze raadzaal is doorgedrongen. En dat is toch pijnlijk? Dat is niet mooi. En laat ik u zeggen, ik kan voor mezelf spreken, maar voor eigenlijk mijn hele fractie. Dit is iets wat wij niet willen. Nee. Wij willen niet met elkaar rollenbollend over straat. Je mag staan voor waar je voor bent. Maar laten we één ding toch met elkaar afspreken. En dat zou ik echt het allerliefst willen, ook in de nieuwe periode. Laten we elkaar niet beschadigen. Nee. Want je kunt het hebben over dat college. En je kunt het hebben over die partij. Maar dat college en die partij, daar zitten mensen in. En dat zijn mensen die met hart en ziel gaan voor de zaak. Elke ochtend met enthousiasme opstaan. Ik kom niet mijn bed uit om het slecht te doen voor Epen. Dat raakt u, hè? Dat raakt mij. Want het is ook zo ben ik niet. Zo zou ik niet willen zijn. En ik heb me ook in de afgelopen periode daar dus steeds aan vastgehouden dat ik me daar niet in mee wil laten zuigen. En volgens mij is dat goed gelukt. En dat is ook onze fractie goed gelukt om toch op enig moment daar met enige distantie van te blijven. En elkaar niet continu de vliegen af te vangen en maat te nemen. En in ons college hebben we gelukkig, en dat was ook met onze vorige wethouder Robert Scholten, hebben we altijd een collegiaal college gehad. En we hebben elkaar altijd de dingen netjes kunnen zeggen. En dan kom je er ver mee. Waar is dat dan misgegaan? Ja, waar is het dan een jaar geleden opeens die bom gebarsten door allerlei publicaties? Ja, onder andere. En op een gegeven moment kom je als wethouder zo onder vuur te liggen. Dan wordt het echt ingewikkeld. En op een gegeven moment, als het op de mand gespeeld gaat worden, ja, dan wordt dat lastig. En dat doet, weet je, het ging niet over mij. Nee. Want als u, ik denk dat het misschien wel de meest onzichtbare weg te houden ben, weet je. Het zou kunnen, ja. Maar het ging natuurlijk wel over het college en ja. Uw partij zat daar ook in. Ja. En u zegt dan, ja, wij worden er misschien niet op aangekeken, maar indirect natuurlijk wel. Indirect wel, maar wat we wel gedaan hebben is steeds blijven, en ik ook zelf hè, binnen het college, blijven bij mezelf, blijven waar je zelf voor staat, goede omgangsvormen houden met elkaar. Toen op een gegeven moment afgelopen zomer Nieuwe Lijn vond dat zij het college uit moesten gaan. Dan was het misschien wel het meest makkelijk geweest om voor de andere coalitiepartijen om te zeggen van nou, en laat de bom maar barsten. En dat doet het algemeen belang geen goed. Nee. Dat verdienen onze inwoners van Epen niet. En dat is ook waarom ik zelf, maar ook mijn andere collega's zeiden, wij gaan wel verder, want Epen heeft wel een goed bestuur nodig. En we moeten wel in die zin over onze schaduw heen stappen. Er wordt veel over ons gezegd. Het is echt niet altijd even leuk. Maar wij zitten hier voor het grote belang. Wij zitten hier voor onze inwoners. En laten we dan even nog wat concreter worden. Hè? De gemeente Epen is natuurlijk druk bezig met die verbeteragenda. Om dat allemaal op te zetten. Maar goed, verkiezingen, anderhalve maand nog. Ja, de burgers in Epen die zien bijna alleen maar verdeeldheid. Wat nog hun op het netvlies staat. Ja. Wat wordt er dan? Wat zegt u dan van nou, wij als ChristenUnie SGP, wij zijn er voor jullie. Wij zijn toegankelijk. We zijn. Stem op, ja, dat is natuurlijk wat u het liefste wil, maar in ieder geval als Epenaar, we zijn te vertrouwen. We moeten weg van die polarisatie. Nou, ik denk dat we in ieder geval de afgelopen 4 jaar en ook vele jaren daarvoor altijd hebben laten zien dat wij een partij zijn die constructief wil meewerken. Dat we een partij zijn die onze zaakjes op orde hebben. Wij gaan als partij niet rollenbollend over straat. We nemen elkaar de maat niet. We durven wel kritische vragen te stellen. En ik denk dat dat ook vertrouwen geeft aan onze inwoners. En je kunt natuurlijk heel hard gaan lopen juichen. Kijk nou hoe goed ik ben. En als u mij kiest, krijgt u van ons. Weet je, daar hebben wij ook voor gekozen om dat vooral niet te doen. We willen een evenwichtige partij zijn en we willen geen cadeautjes uitdelen met carnaval, om maar zo te zeggen. En ik denk dat inwoners van Epen, die gewoon echt liefst gewoon ook van stabiliteit houden, ons daar ook echt wel voor zullen waarderen. Maar u vertelt het nou in heel, heel, heel concreet,
Maar dat valt mij op. Dat valt in het verkiezingsprogramma schrijft u er eigenlijk weinig over. Over de bestuurscultuur en over de omgang met de burger en de toegankelijkheid van de gemeente. Maar is dat om een reden? Nou, nee, ik denk dat dat echt wel door het geheel zit. Hè. Wij hebben daar wel een stukje over geschreven in ons programma, geloof in ons voorwoord. En daarin hebben we ook aangegeven, een stukje verderop, dat wij vooral ook een bestuur willen zijn wat luistert naar onze inwoners. En ook aangegeven dat we ook inwonerpanel, hè, dat we ook meer naar die inwoners toe moeten gaan. Dus dat staat zeker wel wat over. U wilt het ook wel duidelijk benadrukken, want u zegt wel, u bent wel met mij eens van, het wordt wel een groot punt om de kiezer te overtuigen van, we zijn er voor jullie in de komende periode ook, de komende vier jaar ook als ChristenUnie ja. SGP. Ja. Goed, laten we dan eventjes even vooruitkijken. De campagne die is natuurlijk eigenlijk al begonnen. Wat staat er concreet nog op de planning voor jullie als partij? Gaan jullie weer flyeren of gaan er nog leuke filmpjes voorbij komen? Hiervoor zei de Nienhuis van de CDA, die had nog een ludieke actie. Hij wou het niet verklappen. Staat er voor jullie ook nog wat in petto? Wij zullen inderdaad weer met wat filmpjes komen. Wij zijn al sinds kerst op onze socials bezig om interviewtjes en zeg maar de gewone Epenaren ook aan het woord te laten. Ja. Wij zullen nog inderdaad ook met twee ludieke acties, waar we ook nog niks over gaan zeggen. Maar ik kan je vertellen, het heeft met wonen te maken. En we zullen naar alle vier de kernen toe house. Gaan. We zullen naar alle vier de kernen gaan en daar hopen wij aandacht te krijgen van onze inwoners. Ja. We hechten er ook aan dat wij geen opstootjes gaan veroorzaken, omdat we nog toch steeds in een ingewikkelde tijd leven. Ja. Wij zullen half februari starten met een bidstond. Om de campagne echt af te trappen. Okay. Maar wij zijn een partij die het van onze grote vader verwachten, van God verwachten. En daar hoort een bidstond bij. En we hebben nog een spreker uit de Tweede Kamer. Die komt nog. Ja. Dus we hebben nog wel het nodige. We zullen ook bij de nodige debatten zijn. Ja. Dat is helemaal mooi natuurlijk. En dan vooruitkijkend op een eventuele mooie uitslag natuurlijk in de raad. Jullie hebben nu in het college gezeten. En dan wil ik het toch nog even concreet maken. U hebt in het college gezeten, een breed gedragen coalitieakkoord met ook een aantal partijen die geen wethouder hebben geleverd. Maar ook met Nieuwe Lijn, die natuurlijk voor wat commotie gezorgd heeft. Is dat voor u dan ook reden om als partij te zeggen van, wij gaan wel of niet met Nieuwe Lijn weer in een nieuw kabinet of een nieuw college? Nou, laat ik zo zeggen, op voorhand moet je niks in of uitsluiten. En het is echt nog te vroeg om daar iets van te zeggen. SGP ChristenUnie heeft zich laten zien altijd als een constructieve partij die elkaar niet te maat neemt, die vooral samen wil werken en in verbinding staat. En het zou daar niet bij passen als we dan zeggen van nee, met u wel, met u niet. Dus het is echt wel heel belangrijk, ook wat uit het akkoord gaat komen, want daar zit het natuurlijk ook wel op vast. Ja. Ja. En u zelf, u bent nu wethouder geweest. Staat u weer open voor zo'n positie? Zeker. Ik ben er natuurlijk heel blanco ingekomen. Ik ben 4 jaar bijna wethouder. Ik zou heel dolgraag nog een periode door willen. Een aantal mooie dingen in werking gezet, zeker op gebied van jeugd en WMO. En daar zou ik nog wel aan verder willen bouwen. En vooral ook richting de regio samenwerken. Want als we de zorg goed op orde hebben, helpt dat niet alleen de inwoner van Epen, maar onze hele regio. Nee, en nu gaat uw huidige periode, we moeten gewoon nog even volmaken tot en met 16 maart en misschien nog wat langer daarna. Ja. En anders bent u altijd nog in de zorg betrokken namens de GGD en anders zelf aan het bed met de witte jas. Ja. Goed. Ik geloof niet dat ik op de bank hoef te zitten. Dank voor uw tijd. Geen dank. Fijne avond nog, wel thuis. Het programma van de ChristenUnie, dat dus in het teken staat van wij leven veilig, wij leven samen en wij wonen betaalbaar. En allemaal andere wijpunten, die valt te downloaden op de website van de ChristenUnie in Epen en uiteraard van de SGP in Epen. Nu eerst muziek, de Four Tops met When She Was My Girl. En daarna komt het CDA in Epen hier aan het woord. Dus Loes Lohman en Zwier van der Weert zijn dan mijn gasten. Dit is Radio 794. Oh,
Ja, welkom terug. Laatste deel van RTV 794 Politiek. Ons dorp, wie krijgt uw stem? En in dat laatste deel gaan we in gesprek met het CDA in Epe. En daarom zitten hier voor mij Zwier van der Weert en Loes Lohman. Goedenavond beiden. Ja, het CDA in Epe heeft de titel meegekregen Betrokken en Actief. En mevrouw Lohman, kunt u eens toelichten waar die titel eigenlijk vandaan komt? Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk als partij heel erg actief, doordat we als fractie niet in het gemeentehuis vergaderen, maar altijd naar de burgers toe gaan, naar verenigingen toe gaan. Dus wij zijn heel betrokken. Als er ook ergens iets speelt, gaan we daar naartoe, tussen commissievergaderingen heen. Gaan we op bezoek, gaan we even met de mensen in gesprek, want wij willen graag dat wij een goed beeld krijgen van alles en we willen graag iedereen erbij betrekken. Want wij willen graag dat ze burgers goed kunnen participeren en dat ze ook hun zegje goed kunnen doen. Dat we dat mee kunnen nemen in onze besluitvorming. Ja. En hier, wat is dan een voorbeeld van wat actief, hoe actief het CDA erin is? Nou ja, ik moest even horen hoe actief mijn buurvrouw is, hoe die dat al zo fel vertelt. Zo zitten we er natuurlijk een beetje in. Kijk, we zijn natuurlijk, we hebben een mooie groep mensen. En kijk, we zijn natuurlijk gekozen. Ja. En je wordt gekozen door de bevolking. En ja, daar ben je voor gediend. Ja. En hoe wil jij dat praktisch in? Wat is jouw laatste bezoek geweest bij een vereniging? Het laatste bezoek is geweest bij de zonnecollectoren. Zonnecollectoren, kijk aan. En dat was interessant. Nou ja, dat is voor onze gemeente natuurlijk wel een gebeuren. Kijk, wij willen natuurlijk wel duurzaam. Ja. En we willen natuurlijk zon op het dak. Dat vinden we fantastisch. We willen best zon op het land. Maar het is wel agrarische grond. En je hebt wel buren. En dat moet wel geparticipeerd worden met elkaar. En daar moet je wel met elkaar natuurlijk wel op één lijn komen. Dat je, tuurlijk moet er iets gaan gebeuren. Nou noem je dan heel veel dingen noem je het nu tegelijk. Want moet het zon nou op het weiland? Die willen wij graag op het dak. Maar nu kwam er iets. Dat het dus op het land kwam. Ja, ja. En dan zit je dus, en dan kunnen we zeggen van ja, we moeten wel verduurzamen als gemeente. Ligt het gunstig? Ja, het ligt dichtbij een kabel. Waar dus dat heel makkelijk aangesloten kan worden. Ja. Maar we hebben daar wel omwonenden. En daar moeten we wel naar luisteren. En dan kan een organisatie komen die zegt van ik ga dit aannemen en ik ga dat hier neerploffen. En dat vinden we dan, daar vinden we wat van. Ja. En, dat is, als ik het en dan moet je dus met elkaar daar naar luisteren en horen. En, ja, en als die mensen dan op dat moment niet goed gehoord worden, ja, dan zijn wij wat Loes dus mee begint. Ja, dan duik ik daar, dan duiken we met elkaar daarin. En dan gaan we luisteren wat de bevolking daarvan zegt, wat de boer zegt. En wat die organisatie zegt, van wat kan ik dan doen? Maar ook wat jullie dan, uiteindelijk komt dat dus ook in het verkiezingsprogramma. Want wat jullie schrijven daar ook wat over. Zeker. De GroenLinks zegt bijvoorbeeld van wij willen wel de zonneweiden, dat er mogelijkheden toe moeten zijn. Wat zegt het CDA erover? Het is niet zo dat we er helemaal tegen zijn, maar we zien graag eerst dat de zonneladder gebruikt wordt, dat we eerst op de daken doen en dat we ook niet alleen de lasten bij de burgers laten en de opbrengsten bij het bedrijf, maar laten we 50% ook ten goede laten komen aan de lokale mensen die er direct omheen zitten, zeg maar. Dus in die zin zeggen wij van nou, en laten we proberen om ook multifunctioneel bovenop parkeerplaatsen zonnecollectoren. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want weiland is toch wel voor ons ook waardevolle grond in die zin. En zouden die boeren dan gestimuleerd moeten worden om door de gemeente, zeg maar, om dan iets te plaatsen op het dak? Of moeten ze dat uit eigen initiatief doen? Nou, kijk, dat is dus het punt. Hè? Daar zitten we dus nu heel erg mee. Kijk, je hebt dus de inwoners hebben dus al zelf initiatieven gedaan. We zitten natuurlijk ook met de netbeheerder. De netbeheerder heeft kabels liggen. We hebben die huisjes worden voorlopig nog niet verstevigd. Dus als je zon krijgt, hebben we stroom. Heel veel. Als je nu die agrarisch daarbij pakt, die willen dat heel graag. Maar die kabels die er naartoe liggen, we liggen natuurlijk heel ver van de wegen af. Ja, dat moet allemaal verstevigd worden. Ja. En dan liggen ze te schudden in de grond. Ja. En is het dan? Dus dan zegt de boer van, ja, laat maar zien dat ik tot de nul, laat maar wat lasten weghalen. Dus ik leg er wel een aantal op, dan heb ik er wat aan. Dat krijg je dan. Maar je zou er eigenlijk veel meer uit kunnen halen. Dus de oplossing is niet 1, 2, 3 voor elkaar? Nee, dat is een lastig. Kijk, ik zie het aan mezelf. Heb ik prachtige dagen. En veel even voor de duidelijkheid, jij bent onder andere boer. Ja, dus ik heb daar dus prachtige schuren en die wil ik allemaal wel volleggen. Ja. Maar de toevoer van de leiding is gewoon te licht. Dus die ligt te schudden. Wat zijn er verder nog voor opties? Zeg maar? Moet er mogelijkheid komen voor windmolens ook in de gemeente? Of moeten er mogelijkheden zijn tot zelfs een kernreactor? Nou, zover hebben we dat niet beschreven in ons programma. Maar het mooiste is natuurlijk als er toch ergens
een combi misschien wel mogelijk is. Dus als we al een zonneweide hebben, om daar misschien in combinatie windmolens bij te zetten of wat ook. Mm-hmm. Want we willen toch wel graag dat energieakkoord halen, zeg maar. Precies. Dus daar moeten we wel, en daar willen we ook iedereen in ondersteunen. Want we zeggen ook wel als gemeente van ja, we hebben ook allerlei acties al gedaan om mensen te stimuleren om zonne-energie op hun daken te doen. Dus in die zin willen we heel graag dat daar actie in genomen wordt. En zo hebben we natuurlijk ook Eekteveld 4, waar we al met elkaar bezig zijn om het helemaal energie-neutraal te krijgen. Dus. Helder. Ik wil door naar het volgende punt, want de tijd is kort en jullie hebben veel geschreven in het verkiezingsprogramma. En dan hebben we altijd een groot kopje gemaakt van om de criminaliteit in de gemeente Eepenhard aan te pakken. Dat schrijven jullie in het programma en dan vraag ik mij af, hoe ziet dat dan concreet voor je? Moet er meer blauw op straat of moeten er meer boa's door de straten heen lopen? Nou ja, wij willen heel graag dat de wijken ook weer veilig worden. En dat de mensen ook een veilig gevoel erbij hebben. En krijgt u nu signalen dat niet zo is? Nou, er zijn echt wel plekken in onze gemeente waar dat gevoel niet zo is. Maar wat ook wel is, en dat moet ik zeggen, dat is nu al een verbetering. De mensen kenden de boa's helemaal niet. Mm-hmm. En ik schenk zelf koffie op het wijkvereniging. En we hebben de burgemeester eind van vorig jaar gehad. En sindsdien hebben ze dat aangegeven. En nu zijn al twee keer de boa's langs geweest om even met ze in contact te gaan. En over hun veiligheidsgevoel ook te praten en alles. Ja, u zegt dat had de boa zelf ook wel vanuit zichzelf kunnen doen. Ja, maar dat is toch... hij weet ook niet dat er allemaal is natuurlijk. Dus maar, dan is dat een mooie... Dan is dat heel mooi als dat nu bij elkaar komt. En dat die mensen daar dus ook een heel goed gevoel en ook hun zorgen kunnen neerleggen. Ja. En jullie schrijven ook van de buurt moet zelf ook in actie kunnen komen via WhatsApp-groepen en camera toezicht. Maar is dat niet de keuze van de burger dan zelf als die zich onveilig voelt om dat zelf te doen? Waarom schrijven jullie dat dan zo in je programma? Waarom schrijven we het in het programma? We schrijven het in het programma dat allemaal, dat je dus dat kan. Ja, die buurt kan dat zelf gaan doen. Maar je kunt natuurlijk met elkaar, als je dat met elkaar bundelt, kun je dat aanpakken. We hebben nog steeds heel veel jongeren op straat. Dat is nog steeds we hebben er veel. En dat is toch een dingetje waar we ons zorgen over maken. Dus daar hoort blauw bij. Maar het is wel een gesprek met die boa's. Het is wel een gesprek met die jongeren. Wat hebben we? Wat moeten we hebben? Misschien moeten we nog wel een betere plek hebben. Misschien moeten we een betere plek misschien wel achteraf. Of wel in de wijken moeten we dat delen. Het is nu te veel overlast. Ja. Hangplekken. Nou ja, nee, maar echt ook een plek waar de jongeren naartoe kunnen. Want in het verleden hadden we dat gewoon in Epe. Hadden we een goede plek voor jongeren waar ze gewoon even lekker met elkaar een boekje konden lezen. Of wat ook, maakt niet uit. Ja. Een balletje. En dat hebben we gewoon op dit moment niet in Epe. Dus dat is heel belangrijk. En ze hebben meerdere plekken ook gezocht. Maar dat is dus een punt. Dan is er weer overlast met de omgeving waar dan dat plekje is. Geluidsoverlast, drugsgebruik. Ja. Dus dat is natuurlijk wel, en dat hoort bij dit plan ook. Dat maakt ons wel zorgen dat wel wat moet gebeuren. Want de jeugd is wel de toekomst. En geldt dat dan voor elke kern of met name in Epe, in Epe-dorp en in Vaassen-dorp? Waar dan die overlast met name is in die wijken? In Epe en Vaassen is het wel, we hebben de vragen overgesteld, al twee keer trouwens. En in Epe en Vaassen zijn eigenlijk wel de aandachtspunten op dit moment op dat gebied. Ja. Dus in die zin is dat daar extra nodig. Maar in Vaassen hebben we ze wel een punt waar ze samen kunnen komen, de jongeren. En dat is al een goede stap in de goede richting. En dat werkt ook? Dat werkt zeker. Voor een deel werkt dat prima. Ja. Okay. Ja. Verder, als we kijken ook naar veiligheid, dan hebben we het natuurlijk ook over de brandweerkazerne. Het CDA heeft daar een groot punt van gemaakt wat betreft de fase. Kunt u dat nog eens uit de doeken doen van wat die brandweerkazerne die nou moet blijven? Nee, u bedoelt de brandweerkazerne in Apeldoorn, die verplaatst gaat worden naar jullie hebben daar vragen over gesteld. Ja, zeker. Ja. Want wij zijn zeker bezorgd daarover. Dat is ook een stukje veiligheid. Zeker. Nee, dat hoort er ook bij. En we hebben ook vragen gesteld over de bereikbaarheid van de ambulances in het centrum en alles. Dat hoort allemaal bij veiligheid en vinden we ook heel belangrijk, want ja, als die brandweerkazerne naar de Maten gaat, ja, dat betekent toch een langere aanrijdtijd. Tenminste, Google geeft het in ieder geval aan, dus in die zin maken wij dan, en wij hebben natuurlijk ook de uitschuifladderwagen, zeg maar, de hoge ladder komt ook daar vandaan, dus ja. De gemeente Apeldoorn staat wel in de spotlight de afgelopen twee weken dan, hè, met de F50 en de brandweerkazerne. Ja, nee, zeker. Gelukkig, maar dat natuurlijk hopelijk hebben we goede contacten met de CDA in Apeldoorn. Absoluut. Als je wel eens even kijkt wat jullie in de inleiding schrijven, dan schrijven jullie het CDA kiest voor een tijdperk voorbij individualisering.
Een samenleving die recht doet aan de mensen en hun onderlinge reacties. En hetzelfde schrijven jullie een groot punt van over ontmoeten. Ontmoeten moet het nieuwe normaal worden, schrijven jullie. Maar ja. Wat is nu het nieuwe, wat is het oude normaal dan? Nou ja, dat heel veel organisaties ook naast elkaar best wel soms dingen hetzelfde doen. Oké, zoals? Nou, je merkt het ook wel in de zorg. Je hebt bijvoorbeeld Interact, Contour, die geeft besteding. Maar zo zijn er in ons dorp een heleboel organisaties die dagbesteding geven en die niet van elkaar precies weten wat ze doen. Nee. En als die organisaties, maar ook verenigingen en buurtgebouwen, als die van elkaar precies weten wat ze doen, dan kunnen ze elkaar versterken. Ja. En dat willen we heel graag. We willen heel graag dat we gewoon dat gaan regelen. Dat we eens in de zoveel tijd samenkomen. En dan even gewoon contact hebben met elkaar. Wat doe jij? Wat doe ik? Kan ik jou ergens mee helpen? Dat je zo... Maar goed, de dorpshuizen, die zitten nu nog in alle kernen. Als ik het goed heb, zit er nog een dorpshuis. Maar dat is natuurlijk wel een vak apart om een dorpshuis te besturen. In Emst zit dan nu een frisse ondernemer zit er bijvoorbeeld op. Maar er zijn ook wel dorpshuizen die voor vrijwilligers bestuurd worden. Dus wie zou daar dan de lead in moeten nemen? Nou ja, eigenlijk... dat is ook weer... samen, dat je het samen oppakt. Dat een verzorgingstehuis die een dagbesteding moet hebben voor ouderen, die zit nu bij wijze van spreken in een ruimte dat je denkt van oké, maar dat als die dagbesteding van die ouderen van, nou noem maar even de WZU, een aantal van ons bij wijze van spreken, van de Passerel, dat je zegt van hé, die mens is leuk, maar die willen sjoelen of die willen dat, maar die willen even eten met elkaar, die willen sporten met elkaar. Nou, hoe gaaf is het dan dat je zegt van jongens, waarom maken we niet een middag? Dat gaat naar Cultuurhuis Oene of dat gaat naar Cultuurhuis Emst, want daar zit een beheerder op. Maar en dat is nu niet. Nee. Men heeft allemaal aparte groepjes overal zitten en men kent elkaar soms gewoon niet. Nee. En we doen allemaal wat we leuk vinden. En als het aan jullie ligt, moet daar wel een initiatiefnemer voor komen die allemaal samenbindt. Dat is het mooiste. En dat kan heel goed vanuit de gemeente ook aangestuurd worden. En dan vanuit daar komen we al gauw bij het volgende punt. Dat ik graag aan wil sluiten. Laaggeletterdheid moet opgelost worden volgens het CDA en EPE. En het CDA heeft hier concrete oplossingen voor bedacht die uitgevoerd kunnen worden binnen de lokale overheid. Mevrouw Lohman, wat zijn dat voor oplossingen? Nou ja, laaggeletterdheid. We hebben natuurlijk ook een beetje de zomerscholen en alles. Voor iedereen die laaggeletterd kan dan daaraan deelnemen. En we hebben ook via present en via de regelingen die er van natuurlijk overheidswegen wel zijn. Daarvan willen wij echt in gaan zetten dat het ook ervoor zorgt dat die laaggeletterdheid gewoon toch veel lager niveau komt als wat het nu is. Ja. Want het is niet alleen laaggeletterdheid dat de mensen de brief niet kunnen lezen, maar... het is ook, als je laaggeletterd bent, ga je ook niet zelf schrijven. En dat heeft ook weer consequenties. Want zelf iets opschrijven is veel beter voor je geheugen. En zo grijpt het eigenlijk allemaal in elkaar. Dat je daarmee het welzijn van de mensen op een hoger niveau brengt. En dat is wat wij willen. Ja, en dat laaggeletterd moet dan dus door de politiek uiteindelijk opgelost moeten worden. Door het aanbieden van meer lessen en dergelijke in... die cultuurdorpshuizen bijvoorbeeld. In die kernen, maar ook bij de bibliotheken, die kunnen daar ook een hele belangrijke rol in vervullen. Absoluut. Okay. Helder. Ik had het net ook over met de lijsttrekker van het CDA in Heerden. En ook uiteraard met de mevrouw van de ChristenUnie Epe. Misschien dat deze verkiezingen wel in het teken staan van twee dingen in Epe. Enerzijds van wonen. En anderzijds van de bestuurscultuur en de vertrouwen in de politiek in Epe. Nou, dat laatste wil ik straks nog even aansnijden. Maar laten we nog even kijken naar wonen. Zwierf, geeft van jou, jij woont in Oene. Daar willen veel jongeren graag blijven wonen. Maar dat kan simpelweg niet. Wat zegt het CDA? Hoe gaan we die woningcrisis oplossen? Er moeten gewoon huizen komen. En we doen ons uiterste best. We hadden 1200 huizen willen we bouwen in de komende bestuursperiode. Ja. Dus ook in Oene. En hoe? Moet er als eerste komen? Vrijstaand, flats, appartementen? Nee, we zitten echt wel starters en echt betaalbare middenklasse, sociale huur, maar ook betaalbaar gewoon dat starters weer een huis kunnen vinden. Want dat is op dit moment erg lastig. Ja. Kinderen blijven veel langer thuis wonen. Maar we zitten ook wel te denken aan flexwoning. We zitten te denken zelfs aan kamerbewoning. Dat je zegt van, nou ja, dan hebben kinderen in ieder geval, kunnen ze door met hun leven. Dat ze niet maar zitten te wachten van, ja, ik wil wel heel graag wat, maar... En bouwen op het erf? Bouwen op het erf is ook een van de mogelijkheden die wij denken. Dan, als we wat af laten breken, wat we nu ook hebben. We hebben nu 800 vierkante meter, dan mag je pas splitsen, zeg maar. Mm-hmm. En dat willen we gewoon veel soepeler mee omgaan, dat je toch meer mogelijkheden krijgt op het erf. Ja, voor die beginners, jongens, zou het natuurlijk mooi zijn...
Dat we gewoon nog eens een groot veld hebben en dat je daar nog gewoon een van die townhouses neerzet. Dat is echt iets wat jullie opschrijven, hè? ChristenUnie schrijft dat ook op in het programma. Wie heeft het van wie? Of hebben jullie het allebei apart bedacht? Want de ChristenUnie schrijft het ook op. We zijn zelfs al bezig geweest met een ondernemen om dat samen te realiseren. Ja. Maar goed, dat komt nog niet van de grond. Nee. Maar is daar wel vraag, denken jullie dat daar jongeren op zitten te wachten? Ja, jongeren zitten er zeker op te wachten. Want weet je, die beginners, die twintigers, 21, die willen van huis uit. Die willen dan die willen gewoon even zelfstandig zijn. Ja. Oké, helder. Dus, En die zijn ermee bezig, maar dat is vergunningstechnisch ook nog lastig, kan ik me voorstellen, met zo'n tiny house. Ja, maar dan moet ook de man die dan de grond wil exploiteren, enzovoort, enzovoort. En de buurt moet mee, toch wel participeren, dat we toch iedereen daarin betrekken. En de zelfbewoningsplicht, moet dat ook komen hier zo in de Die hebben wij wel in het programma dat toch een van de mogelijkheden moet zijn om mensen toch meer te dwingen om niet alleen onroerend goed maar mensen die denken van dat is een leuke investering. Ja. Nee, zelfbewoningsplicht, dan houden we tenminste voor onze inwoners ook meer mogelijkheden open. Je woont in en je moet er ook wonen. En dan moet je er ook wonen. Of minimaal een familielid of... Of je verhuurt. Het is niet verhuren. Je moet er zelf wonen. Dat is gewoon het uitgangspunt. Dat is de regel. Ja. Goed, helder. Ja, het CDA heeft natuurlijk de afgelopen periode in het college plaatsgenomen. Ook een wethouder geleverd. De EPE is natuurlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar, veel in het nieuws geweest. Met name de samenwerking met de Nieuwe Lijn. Kunt u daar eens een reactie op geven van hoe is het u bevallen de afgelopen periode daarvoor? Ja, het is natuurlijk wel een onstuimige periode geweest. Hè? Dat kunnen we gewoon niet ontkennen. Nee. En in die zin is dat gewoon heel lastig. Maar hoe gaat u daar dan mee om als fractie? Want u hoort natuurlijk van alles, ook van uw kiezer. En wat is bij jullie aan de hand? Ja, bij ons in Epe bedoel je dan, neem ik aan. Ja, het CDA in Epe. Ja. Nee, dat is ook zo. We horen ook van alles. En we gaan ook die signalen ophalen. Want het is niet zo dat wij zeggen van we zitten ermee in de coalitie, dus alles is oké. Nee, wij hebben daar ook zeker wel dat wij daar tegenaan lopen. Ja. Hè? Dus, en daar hebben we ook actie. Vanavond is er nog een initiatiefvoorstel dat we in de toekomst een formateur aanstellen. Dat we dus niet meer de grootste partij automatisch de formatie gaat regelen. En hoe wordt daar dan op gereageerd door de Nieuwe Lijn? Dat weten we niet. Vanavond is die commissievergadering. Die is nu aan de gang. Ja. Maar goed, zij zijn natuurlijk wel de grootste partij, dus zij kunnen zich gepasseerd voelen. Hoe heb jij daarna gekeken vanuit de raad de afgelopen periode? Dit was geen mooie tijd natuurlijk. Nee. En hoe, wat hoor jij dan? Daar geen schoonheidsprijzen. Maar het valt in staat. Je doet dit ook not waar ik mee begon. Je doet dit voor de samenleving. Ja goed. En ja, als er dan zulke dingen gebeuren. Ja, wat zegt dan de samenleving tegen jou? Dat vraag je eigenlijk. Hè? Wat gebeurt er dan? Er komt veel los. Veel telefoon van wat gebeurt hier nou? Wat is hier nou aan de hand? Zijn jullie dan ook gelijk bewust van wat er dan met jullie, waarom mensen jullie aankijken? Is het dan gelijk duidelijk of voelt het dan ook deels onterecht? Dat je misschien aangekeken wordt op activiteiten van die je niet zelf gedaan hebt? Nou ja, dat is natuurlijk een ding wat nu speelt. Is natuurlijk, dat vind ik bij sommige gevallen, dat je portefeuilles krijgt. En dat je daarna dus dat nu op moet vangen. Ja. Nou ja, dat doet soms best wel zeer. Maar goed, je kunt ook zeggen van, weet je, we hebben het altijd wel samen gedaan. Ja, en we doen het voor onze inwoners. We doen het voor onze inwoners. En dan zeg je van, kom op. Weet je, we kunnen daarbij, het is nu gebeurd, maar we moeten ook door. Ja. Weet je, en dat is natuurlijk, we kunnen elkaar de Zwarte Piet blijven toespelen. Dat heeft natuurlijk ook geen zin, hè? Nee. Maar toch, is het dan het idee van, is dat nu al het moment om door te gaan? Of moet er nu nog eerst nog wat groter opgelost worden? Hè? Er ligt een verbeteragenda, een conceptverbeteragenda ligt er. Nou, die moet natuurlijk nog uitgevoerd worden met allerlei verbeteringen. Jullie schrijven daar zelf wel iets ook over het programma. Want hoe zou dat verbeterd moeten worden, mevrouw Lohman? Nou ja, wij willen gewoon toch meer de burgers centraal stellen, zeg maar. Dat de gemeente is er echt voor de burger. Dus de ambtenaar heeft ook daarin een ondersteunende rol naar de burger toe. En zo moet dat ook ervaren worden. Kijk, als een burger met een initiatief komt, dan moet de ambtenaar daarvoor openstaan. En dan moeten we daar gewoon met z'n allen de schouders onder zetten. En kijken in hoeverre dat soort dingen mogelijk zijn. En dat, ja, en we moeten gewoon ook veel participeren.
echt naar onze inwoners toe. Ja. Samen te oplossen. Want als ik daar dan even door mag gaan, van wie is dan het probleem? Is het een probleem van de ambtenaren of is het een probleem van de lokale politici? Is het het probleem van de wethouder of van de burgemeester? Want jullie schrijven heel helder neer van het is ook bij de ambtenaren ligt een probleem in het programma. Nou ja, het is niet alleen van de ambtenaren, dat absoluut niet. Want anders, als het alleen van de ambtenaren, dan was het niet ontstaan, zeg maar. Het is een cultuur die zo gegroeid is. We komen natuurlijk uit het monisme. En toen bepaalde zelfs nog de wethouder, die zat nog bij de raadsleden erin. En dat was, die stemde ook mee over zijn eigen voorstellen en alles. Nou, we zijn naar het dualisme gegaan. En dat is dan moet je een nieuwe cultuur je eigen maken, zeg maar. En dat groeit zo langzaam, maar de maatschappij verandert. De maatschappij verandert gewoon en daarin moeten we gewoon mee. We merken gewoon aan alle kanten dat onze inwoners betrokken zijn en ook graag mee willen praten en mee willen denken. En daar moeten we het natuurlijk moeten we dat omarmen. Maar dat vraagt van ons allemaal iets. Dat was dus ook van jullie de afgelopen jaren een blinde vlek geweest. Nee, geen blinde vlek. Nee, geen blinde vlek. Maar goed, het is wel. Het ligt er dan, het komt eraan rollen. Maar het is voor ons natuurlijk wel weer extra om helder te zijn. Wat gebeurt hier nu? En dat ga je dus reveleren. Dat hebben we nu gedaan. Maar heb je het zien aankomen? Of heb je het pas zien aankomen op het moment dat er conclusies getrokken werden laten we de heer Scholten bijvoorbeeld. Dat er problemen waren in de coalitie, zeg maar. Of was de pers ervoor nodig? Nee, ik denk dat het een samenspel is geweest. Het is niet zo dat wij overhelder. Nee, het is gewoon een samenspel, een samenloop van omstandigheden geweest die tot dit geleid heeft. Ja. En daar hebben we allemaal, bijgestaan en het ontdekt van, hier gebeurt echt, is van alles aan de hand. En toen van de zomer nieuwe lijn dan uitstapte, toen hebben jullie ook, hoe hebben jullie toen als CDA ook gezegd van, wij gaan niet, het makkelijkst was geweest dat jullie zeiden, wij ook weg. Maar toen hebben jullie verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben verantwoordelijkheid genomen. Onze wethouder heeft zelfs de schouders eronder gezet en best wel pittige dossiers overgenomen die op dat moment lagen. En die heeft hij ook met voortvarendheid opgepakt. Die F50, dat heeft hij echt de schouders onder gezet. En nieuwe avonden georganiseerd met de bewoners wie het betrof. En dat zie je nu gewoon dat mensen ook dat veel prettiger vinden en ook daarin meegaan. Hoe kijken jullie dan naar de toekomst? Is dan een coalitie met deze partijen, is dat dan nog een optie? Of sluiten jullie dan zeggen van nou, op deze manier doen wij het gewoon niet meer? Voor ons is het nog te vroeg om daar nu al een uitspraak over überhaupt te kunnen doen. Bovendien, ook gezien de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Ja, laat het gewoon eerst zelf achter. Ja. Ja, ik denk ook dat we daar gewoon eerst eens moeten kijken hoe het allemaal zich ontwikkelt. De lijsten beginnen nu langzaam, dus het zijn ook weer nieuwe mensen. Want waar we het nu over hebben, die mensen zijn er niet meer. Dus je kunt niet. Misschien een hele andere culturen. Ja, dus ja die brengen misschien ook weer hele andere inzichten mee en alles. Dus dat zal gedurende de onderhandelingen en naar voren moeten komen. En ik moet ook heel. Dan moet je gewoon. Goed, laten we dan even nog wat verder kijken naar die campagne. Want het is natuurlijk campagnetijd. Er moet de straat op gegaan worden. Er moet geflyerd worden, misschien ook wel. Maar goed, dat komt dan uiteindelijk. Gaan jullie ook, het komt samen straks. Dat mensen ook bij jullie op straat vragen gaan stellen. Over jongen, maar hoe heb je al die vragen al gehad ook in de afgelopen periode? Van hoe gaan jullie in de toekomst dan dat verbeteren? Dat wij daarmee worden? En hoe reageer je daar dan op? Nou ja, goed, hoe reageer je erop? Je reageert op de vraagstelling wat de persoon tegen je stelt. Die heb ik natuurlijk al genoeg gehad. Ja. Maar die wordt natuurlijk straks, de komende weken zal die waarschijnlijk vaker. Ja, maar daar zijn we nu eigenlijk al, we zijn daar al heel eind mee bezig. Ja. En dat is natuurlijk met de wethouder, dat speel je natuurlijk terug. En dat is voor de andere partijen die nu zitten, vind ik echt het petje af wat er gebeurd is. Niet om nieuwe lijn, maar dit is wel even een dingetje. En het is wel even een dingetje voor de wethouders die nu zitten. Ja. En dat komt toch echt wel op je bordje te liggen. En er komt toch ook wel, als ik het grofweg een emmer stront komt hieraan, dan moet je dan wel. Dat moet je allemaal wel plaatsen. Dus ik vind dat we met elkaar, zoals in de raad, met elkaar bezig zijn. Dat we dus al snappen dat er dus echt wel wat aan de hand is. En dat je daar met elkaar ook behoorlijk naar kijkt. En dat al. Is dat dan ook het speerpunt om de komende weken dat naar voren te brengen? Van wij weten wel wat er speelt bij jullie. En waarom jullie misschien wel te ontevreden zijn over ons of teleurgesteld? Nou, ik denk dat iedere partij wel ziet wat er speelt. En dat je daar toch op gaat werken. En dat hoor je ook van de andere collega's wat ze al roepen.
Dus ja. Gaan jullie nog leuke dingen doen in de campagne? We gaan hele leuke dingen doen. Meneer Nienhuis, die zei net, er gaan nog een paar ludieke dingen op het programma. Die wouden geen tipje van de sluier loslaten. Maar gaan jullie, mogen jullie, een beetje gaan jullie de straat op of gaan er nog filmpjes komen? Nou, beide wel. Ja. Beide wel. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, we bruisen van energie. Ja. Dus nee, er komen leuke dingen aan. Er komen we hebben ook al leuke dingen gedaan. We hebben al een masterclass gegeven voor nieuwe raadsleden. En nou, dat was gewoon... toch veel, veel belangstelling voor. Ja, dus, want voor Sweer staat op 6. Dan moeten dus we natuurlijk 20 zetels halen. Moeten 20 zetels gehaald worden. Ja, toch? Ja, nou ja. 10 hebben we tien sowieso, want ik sta op 9. Hè? Dus ik kijk, als ik gedacht had dat 9 niet haalbaar was, dan had ik meer gevochten in de bestuursvergadering van hallo, wacht eens even, dit gaat niet goed, anders kom ik er niet in. Maar hopen jullie stiekem dat je op voorkeurstemmen nog erin komt? Nou, dat hopen we natuurlijk. Ja, weten we niet. Weet je, laat gaan. Je hebt wel een frisse mensen op de lijst. Jonge mensen. Ja, ja. Nee, dat is ook en heel belangrijk. En bewust gedaan, hè? Ja, want dus dat vinden we ook. Want je moet wel weer vernieuwen. Ik heb er nu 8 jaar in gezeten. En met ons team zoals we zijn, we zijn gewaagd aan elkaar. Dus je bent ook eigenlijk bijna toch wel de hele week met elkaar opgetrokken. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, het is niet even 20 uur. Dus je hebt wel, je weet wat je aan elkaar hebt. En dat is wel mooi, maar daartussen kunnen natuurlijk weer nieuwkomers tussen zitten. Dus dat is. We willen heel graag door, want een moeder van het CDA moeten we houden. En bruisend team hebben we dus in die zin helemaal leuk. Ja. En dan ook weer in het college. Nou ja. Nou, dat zien we. Dan gaan we kijken. Ja. Ja. Het is helder. We gaan jullie dus op straat zien, ook in de komende week op de Marktplein en dergelijke. Als het toe mag laten met corona technisch gebied. En anders is het verkiezingsprogramma van het CDA, dat heeft de titel gekregen, Betrokken en Actief. En dat is te downloaden op de website van CDA Epe. Dank voor jullie tijd, Zwier en Loes. En dan rest mij nog deze komende 2 minuten om te zeggen dat wij volgende week natuurlijk weer zijn met een kakelverse uitzending. En dan is hopelijk collega Maria Maaster ook weer bij. En dan hebben we uiteraard ook weer aandacht voor zowel de gemeente Epe als voor de gemeente Heren. Onder andere D66 zit hier dan namens de gemeente Epe. En ze zijn natuurlijk een oppositiepartij geweest. Dus dat is weer wat anders dan wat we de afgelopen tijd gehad hebben. Hoe kijken zij aan voor de komende periode? Hierna is de Tweesprong. En dat is een programma wat u van ons gewend bent. 2 liedjes en dan een stukje tekst. En dat gaat dan zo een periode door. Wij zijn te herhalen, te luisteren op maandagavond vanaf 5 uur. Maar we zijn ook te zien, niet live helaas, maar zaterdag wordt op het YouTube-kanaal van RTV 794 deze uitzending geüpload. En dan kunt u dus alle zinnige teksten die hier zo gespuit zijn, kunt u dan terugzien en luisteren natuurlijk. En dan krijgt u ook de gezichtsuitdrukkingen van uw presentator en zijn gasten te zien. En alles, al het andere. Dus vergeet dat niet. Abonneer u dus ook eventjes op RTV 794 YouTube kanaal. Er staan ook allerlei hele andere mooie programma's komen daar zo online. Ik wens u nog een bijzonder mooie avond. Volgende week zijn wij er dus weer donderdagavond vanaf 7 uur. RTV 794 Politiek. Ons dorp, wie krijgt uw stem? Goedenavond.